De decembermaand is toch een maand waarbij je misschien even terugblikt en soms vooruit kijkt. Zullen we dat ook eens doen voor je eigen tennis? Hoe is het afgelopen jaar gegaan? Weet je wel eens boos op de baan of gebeurt dat eigenlijk zelden? En als het toch zo was, hoe ga je dat nou aanpakken? Hoe ga je dat nou veranderen richting 2020? Ik heb drie tips voor je die je kunt inzetten op het moment dat je toch met regelmaat een beetje jezelf verliest. Dat je gefrustreerd raakt op de baan en dat je emoties te hoog oplopen om slimme, rationele keuzes te maken. Allereerste, gebruik de tijd tussen de punten. Die is er niet voor niets. Die is niet alleen maar om even de ballen te halen. Nee, die is er natuurlijk ook voor om fysiek te herstellen, maar ook om geestelijk te herstellen, zodat je nadenkt van: wat heb ik het vorige punt gedaan? En wat moet ik het volgende punt doen? Het tweede aspect is: probeer nou eens het punt, de game, de set of zelfs een hele tenniswedstrijd in een iets groter perspectief te plaatsen. Erg belangrijk en voor mensen soms moeilijk. Een punt, ja dat is maar een punt binnen een wedstrijd, een game, ook nog steeds een set. Het wordt al wat belangrijker, maar je hebt nog steeds twee sets om die wedstrijd naar je toe te trekken. Stel je verliest hem helemaal toch die wedstrijd, probeer het dan eens even zo te bekijken. Wat betekent dit nu voor de mensheid? Die wedstrijd voor jou is misschien heel belangrijk, maar de rest van de, de, rest van de wereld die zal er echt niet op zitten te wachten of dat jij ergens op een bepaalde baan hebt gewonnen of verloren. Denk aan je eigen verwachtingspatroon. Daar gaat het meestal fout. Niet de verwachting van je partner of de verwachting van misschien de toeschouwer die daar zit te kijken, maar je eigen verwachtingspatroon. Dat je te veel van jezelf verwacht terwijl je misschien niet goed bent voorbereid. Je bent niet geoefend, je bent niet fit, je hebt geen schone geest en dan ga je eraan die wedstrijd beginnen en dan denk jij dat je het allemaal weer eventjes kunt klaren. Dat is erg belangrijk. Of dat je automatisch denkt, als ik deze niet win, dan kom ik niet in de top 100. Of dan ga ik niet van een 5.6 naar een 5.3. Kortom, het heeft nagenoeg altijd met je eigen verwachtingspatroon te maken. En dat kun je pas van jezelf eisen. Als je weet dat je fysiek, geestelijk, mentaal en technisch. Dus de vier basiselementen bij je tennissen. dan ook daadwerkelijk optimaal voor zorg hebt. En je bent toch geen prof? Ik wens iedereen ongelooflijk veel tennispassie toe in 2020. Enorm veel emotie, want het is zo gaaf. Ga er helemaal voor. Maar wanneer het nodig is. Rationeel nadenken en hele duidelijke zakelijke keuzes maken.